Ja, wat je meemaakt, dat is natuurlijk ook een hoop stress. Dat je gewoon heel erg belast en wat blijft doorwerken, ook in je slaap. Echt rust. Dat is ook wel wat meespeelt, is de teleurstelling in de mensheid. Uiteindelijk sta je bijna altijd er alleen voor, als het echt op aankomt. Familie, vrienden, broers, zussen, noem maar op. Je moet er toch... Ja... Dan zie je ook mensen met kanker bijvoorbeeld, die veel vrienden kwijtraken. Je bent uiteindelijk degene die het ook alleen heeft. En waar ik... Tegenwoordig hebben ze meer medelijden met figuren die autist worden genoemd. ADHD, etc. Als mensen bijvoorbeeld ernstige diabetes hebben. Want geestelijk lijden is ergens lichamelijk. Maar mensen die lichamelijk niet in orde zijn, die zijn geestelijk het ook niet. Omdat je gewoon, je geest wordt gevoed door je lichaam. Dat is niet zo zeer andersom. Och, het hele zandenbout verdwijnt trouwens. Waardoor al die woningen worden afgebroken. Goh. Het oude zandenbout met die mijnwerkerswoningen. Jaren 60 en zo. Dus het gaat allemaal plat. Die woonden daar goedkoop. Betaalde 175 euro huur. Voor een compleet huis met zolder en kelder. Maar dat krijgen ze echt niet terug.